Universiteit van Nederland. Rode klaprozen, gele boterbloemen, blauwe korenbloemen. Al die vrolijke bloemen vormen een kleurrijke wereld waar we elke dag van genieten. Maar die kleuren die doen meer dan alleen maar mooi zijn. Bloemkleur is, net als geur, een van de manieren waarop planten zich kenbaar en aantrekkelijk maken voor hun bestuivers. Dit is Casper van der Kooi van de Rijksuniversiteit Groningen. Als een van de winnaars van de Heineken Science Award onderzocht hij het nut van bloemenkleuren. De meeste planten die zijn voor hun voortplanting afhankelijk van dieren. En die planten die staan vast in de grond met hun wortels, die kunnen niet op pad. En die hebben dus iemand nodig die de stuifmeelkorrels van de ene bloem naar de andere bloem brengt. Bijvoorbeeld voor iedere appel die je eet, is er een insect bij een bloem geweest. En daar is kleur gewoon een heel belangrijk proces van. En dit kleurige verleidingsproces. Dat doen bloemen al ongeveer 150 miljoen jaar. In die 150 miljoen jaar is een enorme verscheidenheid aan, aan soorten ontstaan. In vormen, in kleuren. En er zijn vooral heel veel bijgekomen. Dus een 100 miljoen jaar geleden in het krijt is er een explosie geweest. In het plantenrijk zijn er heel veel nieuwe soorten ontstaan. Enorme diversiteit bijgekomen. En tegelijkertijd is er toen ook een enorme diversiteit bijgekomen bij bloembezoekende insecten. We kennen natuurlijk de bijen, het meest bekende. Eh, ook hobbels, dat zijn een soort bijen. Maar zelfs ook wespen, ook de limonadewesp is een belangrijke bestuiver bij sommige planten, je zou het niet denken. En verder natuurlijk vliegen, kevers, vlinders. En in tropische gebieden ook vogels, zelfs vleermuizen en in een enkel geval ook nog hagedissen. En die, die afhankelijkheid van dieren voor die bloemen en van die bloemen voor dieren, dat heeft geleid tot een enorme verscheidenheid aan vormen en kleuren. En, en, en ja, je zou kunnen zeggen dat in de laatste 100 miljoen jaar de wereld een stuk kleurrijker is geworden. Maar in die kleurenexplosie blijken er een paar toch het beste te werken. Denk paardenbloem, uh, madeliefje, narcis. Als je het wereldwijd bekijkt zijn geel en wit de meest voorkomende bloemkleuren. Dat heeft ermee te maken dat blauw is lastig te maken. En geel en wit zijn de kleuren die veel insecten zien. En als we willen weten hoe bloemkleur is ontstaan... dan is het natuurlijk belangrijk om te weten... wat de, de dieren die die bloemen in de natuur bezoeken zien. Wij mensen zien blauw, groen en rood en alles daartussenin. Maar bijvoorbeeld een bij ziet UV blauw en groen. Dus die ziet wel ultraviolet en geen rood. Veel insecten zien, zien geen rood. En eh, kijk maar om je heen. In dit deel van de wereld zijn er ook van nature niet zoveel rode bloemen. En er zijn wel rode bloemen, maar dat zijn vaak de, de planten die we uit het tuincentrum hebben gehaald. Maar sommige bloemen die doen het ook door alsnog ultraviolet dan te reflecteren. Dus als ze alleen rood zouden zijn, zouden ze zwart zijn, voor bijvoorbeeld een bij. Maar als er ook ultraviolet bij zit, dan hebben ze toch een opvallend kleurtje voor de insecten. Die bloempjes die de hele dag niks lijken te doen. Ontwikkelde hele ingewikkelde technieken om kleur te krijgen en zo te overleven. Hoe die bloemen dat doen en hoe knap dat wel niet is, daar komen we zo op terug. Eerst nog even de kunst van de verleiding. Want je hebt pas iets aan je mooie kleur als iemand het ziet. En insecten zien ze met fotoreceptoren. Wij hebben die ook, drie soorten waar we blauw, groen en rood mee kunnen zien. Maar er zijn ook Dieren, bijvoorbeeld vlinders, die hebben heel veel type fotoreceptoren. Er is een Japanse vlinder, die heeft er wel 15. Dus die ziet van UV tot rood: ziet die heeft die allerlei verschillende fotoreceptoren. Die heeft bijvoorbeeld de fotoreceptoren voor één type oranje en ook nog voor een ander. En ja, dit is heel moeilijk om voor te stellen: van wat zie je nou dan extra als je die kleur extra goed kunt waarnemen. En dat zullen we waarschijnlijk nooit helemaal weten, maar waarschijnlijk dat betekent dat dat ze hele subtiele kleurverschillen toch nog kunnen onderscheiden. En dat wil niet zeggen dat ze die de hele dag door gebruiken. Maar op het moment dat er een keuze moet gemaakt moet worden tussen deze kleur geel of die kleur geel, ja, dan, dan helpt het waarschijnlijk als je een extra gele fotoreceptor hebt. Bloemen hebben dus heel veel verschillende kleuren, zodat ze zich kunnen voortplanten. En die kleuren zijn helemaal gefine-tuned op bestuivers in de buurt... Maar hoe doen ze dat? Hoe maken ze kleur? Dat onderzoekt Casper. Nou, bloemkleur heeft eigenlijk twee onderdelen. Er zitten pigmenten in een bloem die het een bepaalde kleurtint geven. Bijvoorbeeld een uh, gele bloem heeft een pigment wat blauw absorbeert. En daarom krijgt het uh, een gele kleur. Maar die gele kleur die zou er niet zijn als er niet ook licht weerkaatst werd... En die weerkaatsing dat komt door de celletjes die in een bloem zitten. En een cel bestaat uit allerlei verschillende materialen. Dus je moet je zien, een lichtgolf komt een bloemblad binnen. Dan komt het eerst een, een dunne waslaag tegen. En dan een cellaag, en, een stukje zetmeel. En iedere keer dat het zo'n overgang is, wordt een klein beetje van het licht weerkaatst. En door al die cellen bij elkaar eh, ontstaat dan eh, de reflectie van het licht zoals we dat kunnen waarnemen. En, en het pigment geeft er dan de, de kleurtint aan. Is bijvoorbeeld bij de boterbloem te zien. Die heeft een hele gladde buitenlaag. En daardoor heeft hij een wat glanzende verschijning voor ons. En dan die buitenste cellaag zit heel veel pigment in. En daaronder zit weer een zetmeellaag. Uh, en zetmeel is heel erg reflectief. is heel efficiënt om licht te weerkaatsen. En op die manier gaat al het licht wat. Die bloem binnendringt, dat wordt gefilterd door de pigmenten en wordt dan verstrooid door de zetmeellaag. En dat komt dan een tweede keer door de pigmentlaag heen. En zo krijgt het een hele verzadigde, heldere gele kleur. En een verzadigde, sterke kleur geeft het, het sterkste contrast ten opzichte van de groene blaadjes of, of het zand of de, of, of de bast van de boom. En dat is heel belangrijk voor de insecten. Een zeer ingenieus systeem van cel en licht en stuifmeel dat miljoenen jaren heeft geëvolueerd. Alles zodat insecten de bloemen beter kunnen zien. Alleen, het systeem is niet waterdicht. Die opvallende tinten hebben ook een keerzijde. Je wil zichtbaar zijn voor degene die je nodig hebt. Maar het liefst wil je niet al te zichtbaar zijn voor degene die jou lastigvallen. Bijvoorbeeld slakken eten veel bloemen op. Sowieso, naaktslakken eten alles van planten, maar ook... Bloemknoppen. Nou, dat is het, het slechtste wat je maar kan overkomen als jong plantje: dat jouw bloemknop wordt weggegeten, want dan kun je je niet voorsplanten. Dus dan, evolutionair gezien, dat dan ben je dan ten dode opgeschreven. Dus een aanpassing die, die bloemen ook wel doen om hun herbivorie, dus het, het opgegeten worden, te, te verminderen, is dat, dat bloemen dicht gaan. Kijk maar eens om je heen: madeliefjes, paardenbloemen, botenbloemen, dat zijn bloemen die s'nachts dicht gaan. En vooral is de bloem een nog maar jong is, een paar dagen oud, dan zie je dat ze s'nachts keurig dicht gaan en de volgende ochtend weer open. En vaak is ook de onderkant van zo'n bloem, dus wat je ziet als die dicht is, die is ook minder kleurrijk. Dat is waarschijnlijk ook een manier om uh, je wat te verbergen als je bestuivers er niet zijn. Helaas heeft dit afschermen van kleur niet veel effect op aardsvijand nummer één: de slak. Een van de dingen waar we recentelijk ook mee zijn begonnen is om te kijken wat naakt eten van een bloem. En of naaktslakken überhaupt kleuren zien. En dat is een, een beetje een uit de hand gelopen zijproject, zou je kunnen zeggen. Maar uh, wat blijkt, uh, de naaktslakken eten heel veel. Zoals menig moestuinier ook wel weet. Die eten zo in een nacht hun eigen lichaamsgewicht op. En dat zijn, uh, als je dat vergelijkt naar een aantal plantjes, al zo snel zo'n bijvoorbeeld 20 jonge radijsplantjes. Maar we hebben ook gedragsexperimenten gedaan om te kijken van hoe vindt zo'n naaktslak nou een bloem? Waarschijnlijk gebeurt het door, voor een groot deel door geuren en ook wel dat ze hun eigen slijmsporen volgen. Maar ze zijn ook visueel ingesteld. En uh, we zijn er nog mee bezig, maar we weten dat naaktslakken geen kleuren zien. Dus die zien licht donker, ze zien wel wat, maar uh, geen kleuren. In de wereld van kleur en het aantrekken en afproberen te stoten is nog heel veel te ontdekken. De komende jaren duikt Casper bijvoorbeeld in het ingewikkelde natuurlijke mechanisme van... Glans. Een van de dingen waar we de laatste tijd ook naar aan het kijken zijn, dat zijn zogenaamde dynamische kleuren. En de meeste bloemkleuren die zijn vrij mat. Net als onze, onze kleding bijvoorbeeld: een blauw overhemd is eigenlijk altijd even blauw. Maar als je bepaalde kleuren in de natuur ziet, dan hebben die een bepaalde hoekafhankelijkheid. Dus die veranderen een beetje als ze bewegen of als de zon er anders op staat. Een voorbeeld daarvan is de boterbloem, die glimt heel sterk. Maar ook veel vlinders, tropische vlinders. Maar bijvoorbeeld ook een groen metallic kever. Die hebben dat hele sterke, ja, briljante flitseffect. Aan de ene kant trekt iets wat heel glanzend, heel, heel dynamisch is, de aandacht. Maar anders kan het ook lastig zijn om goed te zien wat het is. Bijvoorbeeld, je hebt een hele glimmende foto. Heel mooi helder. Maar als je daar in de volle zon naar kijkt, dan denk je: oh, wie staan er eigenlijk op die foto? Wat, wat zie ik eigenlijk? Dat is dan wat lastig, omdat je verblind wordt. En dat effect, dus van aandacht trekken, maar tegelijkertijd ook verblinden of overwelmen, dat is iets waar we de komende jaren ook naar willen kijken. Onder andere met vlinders. Succes, Casper. En jij bedankt voor het luisteren. Wil je nog meer weten over bloemen en hun superkracht? bijvoorbeeld hoe ze ons kunnen redden van overstromingen. Luister dan vooral nog even naar aflevering 527. Tot de volgende